Zij heeft hier gisteren, en ik heb het zelf meegemaakt, vol passie en pracht haar woorden uitgesproken tegenover het bruidspaar. Mag ik jullie aandacht voor de openingsact van Dorien Slagheggen, ambtenaar burgerlijke stand Almelo. Ik hoop in ieder geval dat bruidsparen hier heel veel inspiratie op kunnen doen en alle informatie zullen vinden om van hun dag een groot succes te maken. En bovendien hoop ik natuurlijk nog heel vaak hier als trouwambtenaar de paren in de echte mogen verbinden. Maar daarom gaan we nu eerst ja zeggen tegen de bruidsexpositie en het openen van deze expositie. En daarvoor mag ik een taart aansnijden. Hiermee is de expositie geopend. Maar goed, mijn vrouw is overleden, maar ik ben er nog. En, ja. Ik denk, we moeten eens even kijken hoe dat hier gaat. Dus hoe het was, zeg maar, in 1957? Ja, heel armoedig allemaal. Althans voor ons. Ja. Ik was net uit dienst en toen moesten we trouwen. Dus dat was allemaal heel schaars en heel krap. En dat was allemaal niet zo leuk, maar dat werd allemaal toch wel redelijk goed gedaan. Waar is deze foto genomen? Deze is in de deur van het oude gemeentehuis aan de Wierdense straat in Almelo. En een week nadat wij getrouwd zijn, hebben we nog een serenade gehad van de muziekvereniging Wilhelmina. Die kwam bij ons aan de deur en die kwam ons nog een serenade brengen. Okay. Ja. Truus Gering, zij komt uit Geesteren. En ik ben met haar getrouwd op 1 oktober 1965. Ik heb haar ontmoet, dat is trouwens ook mooi. Ik kwam net uit militaire dienst. In 1960 ben ik uit militaire dienst gekomen. En in 5 februari 1961 heb ik haar ontmoet. Bij het Sint-Jozefgebouw, wat toen de Keet heette. Dus ik heb heel wat keren heb ik haar naar huis moeten brengen en op moeten halen in Geesteren. Dus de kilometers op de fiets heb ik wel het hek heel wat op zitten. Het was een hele mooie tijd. En toen, na verloop van tijd, zijn we dus gelukkig met elkaar getrouwd. Boeren, burgers en buitenlui! Hoor, hoor! De officiële stadsomroepen van Almelo is heel even aan het woord. Hierbij doet u 1 seconde van een prachtig en heugelijk gebeurtenis in deze stonde. Almelo heeft een nieuwe prachtige trouwlocatie der bestand. Zojuist geopend door Dorien Slagheggen, ambtenaar van de burgerlijke stad. Een unieke trouwlocatie aan de nieuwe havenkom. Huis van Katoen en u heeft u hier van harte welkom. Trouwen in Almelo heeft een nieuwe expositie. Bruidsvorm van toen en nu. Leef, kom en zie.